Federale politie. Fuck. Dag, baron. Ja, zeg, heb jij die verklaring al ingetrokken? Ja, er staan ineens twee flikken voor mijn deur. Waarom is dat? Heb jij gelogen tegen mij? Ja, je hebt nog altijd geen foto gestuurd van je verklaring, hè? Dus de politie staat nu voor je deur? Ja, gast, ik zeg dat toch net. Echt serieus. Ik zweer het, als je mij erin hebt geluisterd, ik laat je dat filmpje zien, hè. Doe geen moeite. Ze weten al alles. Ook over het filmpje. Ze komen nu eindelijk oppakken, ja. Dit is ons laatste gesprek ooit. Dus dag, meneer de baron. Shakir. Veel succes. Ja, fuck, hè. Dus Chloe, jij zorgt dan voor de versiering, drank en de hapjes, hè? Ja, maar dacht je misschien om pannenkoeken te bakken? Pannenkoeken? Chloe, alsjeblieft, zeg, ben je nog het jaar mee, hè? Verzin maar iets cooler. Sushi of zo? Ah, daar had ik niet over nagedacht. Maar ja, Chloe, je moet het allemaal leren, hè? Maar zie maar als de versiering niet van Kabouterplop of Poptrol is. Nee, nee. Maar even iets anders. Het feestje mag niet doorgaan bij mij thuis. Wow, waarom niet? Ja, ze gaan de privécinemazaal verbouwen. De privécinemazaal? Ja, projectje van mijn daddy. Maar anders zou ik wel een keer vragen of bij mij, maar hopelijk komt mijn mama haar boekenclub dat weer niet zijn. Oh mijn god, wat is ze? Oh mijn god, ja, doe maar maar. Chloe, dat was echt zo rappig. Ja, dat was echt niet. Wat is er, Lied? Ah, Mathies, ze zei hier ook. Ik had je nog niet gezien. Je komt dan naar ons feestje? Jep, wordt dat ook zo, Lied? Ja, dat wordt echt zo dit er zit. Ik bedoel, dat wordt echt de shit. Chloe, je zit alleen maar erger dan ma. In dat geval kom ik zeker. Oh my god, knippelde die nu naar mij? Nee, dat was sowieso naar mij. Chloe, kom aan. Echt, dat was dat sowieso naar mij. Sorry, ik wil even aan het opletten. Misschien naar allebei. Maar jullie vonden dat Mathies bij mij paste? Ja, maar het is wel interessant om te weten dat de jongen zit zitten, hè. En dat kan alleen maar om een mega goed feestje te organiseren. Om indruk te maken op hem, hè. Het raam staat open. Hij moet thuis zijn. Meneer Lacroix, het is de federale politie. Meneer, we gaan de deur inklappen, Ander. Meneer Lacroix, we weten dat u thuis bent. Laatste kans. Dit is de laatste waarschuwing, meneer. Run. Oh! Ah! Ah! Meneer Lacroix, kan u lucht staan? Ik heb dringend een ambulance nodig voor Parijsstraat 41. De man is van op de eerste verdieping naar beneden gevallen. Hij ziet er wel oké uit, maar... Iemand ook wel een arrestering op verdenking van drugshandel, slagen en verwondingen, onopzettelijke doodslag en vluchtmisdrijf. Oh, ik heb daar niks mee te maken, ik zweer het u. Er is een ambulance, er is een ambulance onderweg om u te verzorgen, maar daarna gaan we nog enkele vragen stellen. Ja. Hij heeft geluk gehad na zo'n hoge val. Hij heeft enkel licht gekneusde ribben en zijn pink is gebroken. Maar dan mag je dadelijk het ziekenhuis verlaten. Okay. Als u enkel nog deze papieren eens wilt nalezen, ja, en dan nog ondertekenen. Ja, hebt u misschien wel? Ja. Dank u wel. Zo. Dank u wel. Eén geluid en ik maak het kapot, oké? Okay? Shit, hij is weg. Hij heeft de schade! Versterking gevraagd aan het Jan Portaal ziekenhuis. Verdachte is ontsnapt. Alle patrouilles in een straal van 2 kilometer. Gelieve jullie ogen open te houden. Verdachte heeft waarschijnlijk een schaar op zak. Wij sturen zo dadelijk een signalisatiefoto uit. Siri, geef route naar Shakir Ben Jalil. Ik vraag een route beschrijving naar Shakir Ben Jalil. Oh my god, wat is hier allemaal aan de hand? Ben jij ook benieuwd naar het vervolg? Ga dan nu snel naar VTM Go om de volledige aflevering van Vloglab Mystery #stories te bekijken.